Hey, hallo iedereen. Laat me jou een vraag stellen. Ben je overweldigd door je emoties? Misschien nu wel niet, maar misschien wel de afgelopen dagen. En soms misschien de ene dag wat meer dan de andere dag. Wel, het antwoord is: verander je gedachten. Wees bewust dat je wellicht negatieve gedachten hebt gehad over jouw leven. En het is zo, sommige dagen voelen als eb en andere dagen zitten we in de vloed van het leven en voelen we dat alles heel goed gaat en kunnen we mee intappen op die flow van het leven. En natuurlijk, hoe beter en hoe eerder je dat begrijpt, hoe eenvoudiger dat je ook elke dag weer gaat kunnen intappen op die flow. Ik ben Lindsay en ik stel mezelf niet vaak voor in video's, maar voelde dat het vandaag nog eens mocht en ik zie mezelf eigenlijk als een wijsjongen. Wat wil zeggen dat ik het op het pad loop, dus ik loop voor jou en eigenlijk door mijn eigen ervaring, maar ook meer nog door de gechannelde boodschappen die ik zelf ontvang van mijn gidsen, kan ik ook jou leren over het leven, over jezelf en over je ware aard. Zodanig dat jij ontdekt wat dat jouw krachten zijn, zodat je vervolgens het heft in handen kan gaan nemen en eigenlijk kan gaan leven vanuit je volle potentieel. En dat is de bedoeling waarom we hier op aarde zijn. Zelfrealisatie. Onszelf neerzetten in dit huidige leven. En door bewuster te worden over jezelf en je talenten volledig te ontplooien, creëer je eigenlijk een nieuw leven. Met meer geluk, meer innerlijke rust, meer emotionele voldoening, vrijheid, financiële stabiliteit. Alles wat je eigenlijk maar wenst te creëren. Wanneer dat je dan jouw essentie gaat gaan omarmen als wie dat je bent, dan ga je ook elke dag vrij in jouw leven staan. En ga je elke dag jouw passie gebruiken ten dienste van de wereld en van jouw hoogste goed. En zeg me nu zelf, wie wil nu niet zijn beste leven ooit gaan leven? En dat is de reden waarom ik eigenlijk video's opneem, onder andere over het leven vanuit de hoger bewustzijn, over het tweelingvlampad, omdat ik zelf ook een tweelingvlam ben, over tweelingzielen en dus het aantrekken van diepe zielsconnecties. Of wat mijn gidsen ook vertellen dat nodig is op dat moment. Nu weet ik ook dat de grootste uitdaging tijdens het bewustwordingsproces datgene is om meester te worden over je gedachten. Want ongeacht welke emotie je voelt, ze worden eigenlijk nog te vaak onbewust aangestuurd vanuit willekeurige gedachten die door ons hoofd spoken. Dus meester worden over je leven vraagt van je om hier meer bewustzijn over te krijgen. Zodat je ook stabieler wordt in je emoties. En ja, emoties zijn inderdaad de barometer van je ziel, maar ze worden ook beïnvloed door gedachten van slachtofferschap, verdriet, benadeling, ontgoocheling, minderwaardigheid, frustraties, belogen zijn, het gevoel van gebruikt te zijn, misbruikt te zijn, schuldgevoel, wat trouwens geen gevoel is, maar dus geen emotie is, maar een gedachte is. Schuldgevoel, het is eigenlijk een schuldgedachte. En dat zijn slechts allemaal maar een paar voorbeelden die eigenlijk onderliggend zijn. En die we als emotie ervaren, maar hun oorsprong vinden in de manier waarop je denkt over jezelf en over het leven. Kijken we dan eigenlijk wat er onder die gedachten zitten, dan komen we uit bij de echte diepe emoties. Die emoties dat we het liefste niet aankijken, want het doet pijn te moeten toegeven dat we ooit aan onze kracht hebben moeten inboeten, dat we onze kracht verloren hebben. Dat we het vertrouwen in onszelf hebben losgelaten om alle kracht en vertrouwen buiten jezelf te gaan zoeken. En soms vaak eigenlijk liever niet dan wel, maar dat te gaan vinden. Zij het, is het in een goeroe, in een spirituele leraar, in het verzamelen van meer kennis, in een bepaalde godsdienst, zelfs in mijn nieuwe manier van leven. En omdat ik weet hoe krachtig we allemaal zijn, is dat altijd mijn eerste betrachting. Namelijk. Of tijdens de sessies met mijn klanten, namelijk het laten voelen tot waartoe ze in staat zijn. Het helpen herstellen van het vertrouwen in zichzelf. Want uiteindelijk, als je vertrouwt in jezelf en je weet en je vertrouwt dat het universum altijd je backup heeft, dan zijn we tot grootste dingen in staat. Zoals onder andere het vormen van een nieuwe wereld, waar we nu mee bezig zijn. En eigenlijk, toen ik kind was, wist ik dat dit ook de reden was waarom ik nu in deze tijd geboren ben. En dat is ook de tijd dat we allemaal gaan herinneren waarom dat we geboren zijn. Dus laat me jou helpen je diepste emoties aan te kijken, te healen, te transformeren. En ja, dat klopt, ik vraag geld voor mijn diensten. Maar hiermee geef ik jou ook de kans de eerste les te leren in zelfrealisatie. Namelijk jezelf op waarde schatten.
Weten dat jij het meeste waard bent om in te investeren. Niet die auto, niet die kleren, maar jijzelf. Wanneer je dat voelt, dan zal het universum dat weerspiegelen met je veel meer overvloed. Dus wil je werken aan jezelf, voel je dat het anders kan en mag, laat mij jou dat helpen. Is het dat dat je wil leren over manifesteren vanuit een hoger bewustzijn en dus moeitelozer je dromen aantrekken? Of is het ontdekken hoe je liefde aantrekt via je eigen essentie, dus via je eigen bewustwording, eigen ontwikkeling? Alles is mogelijk. Jij verdient het om een leven te leiden zoals je het in je dromen hebt, zoals je het in je visie hebt, zoals je het verlangt. Laat mij jou de weg tonen uit die matrix, uit het gekende systeem, want er is nog zoveel meer mogelijk. En echt, de mogelijkheden zijn eindeloos als jij jezelf het waard vindt en de moed hebt om door te blijven gaan tot je aan de andere kant van de tunnel uitkomt. En ik weet dat je het kan. Dus als je overweldigd bent door emoties, dan is het sowieso belangrijk om ook de energetische koorden die je met personen en situaties hebt, door te snijden. Ik heb daar al video's over opgenomen, dus kijk dan zeker ook eens naar die video's. Maar dus, energetische koorden doorsnijden kan je doen na een ruzie. Kan je doen nadat iemand tegen je gelogen heeft. Kan je eigenlijk doen bij gelijk welke situatie met een persoon, en zelfs situatie waarbij dat je voelt dat je negatieve en laagtrillende emoties ervaart. De energetische koorden doorsnijden en uitzuiveren doe je eigenlijk als volgt. Dat is heel gemakkelijk. Je vraagt aan je lichtteam om je bij te staan bij het doorknippen van alle energetische koorden die niet langer voor jouw hoogste goed zijn. Dat is de eerste zin die je moet vragen, de eerste die je moet denken, de intentie die je moet zetten. Dan kan je jezelf visualiseren dat inderdaad die koorden worden doorgeknipt, doorgesneden, wat dat oké voelt voor jou. Maakt niet uit. Het gaat voornamelijk over de intentie. En nadien vul je de plek waar die energetische koord vastzit aan je energetische lichaam, vul je op met groen helend licht. De groene vlam, de groene stralen. En je stuurt gouden licht doorheen die energetische koorden, gouden licht van de bron, richting de persoon en of situatie. En natuurlijk ook naar jezelf. En in principe is dat voldoende om ervoor te zorgen dat je persoon niet meer onbewust energie van jou afneemt. Of omgekeerd, dat jij geen energie naar de ander stuurt of ontvangt of energie verliest. Nu, als het iemand is waar je geen contact meer mee hebt, dan kan je jouw gidsen ook vragen om de situatie op energetisch niveau te helen. En hierbij vraag je dan dat de cirkel, de cyclus en dus de gepaardgaande lessen met die persoon mogen afgerond worden. Als ze nog niet geleerd zijn of er zijn nog zaken uit te klaren tussen jullie, dan kan het voldoende zijn om gebruik te maken van vergeving. Dat is niet altijd zo. Het hangt af van situatie tot situatie, maar je kan het proberen. Merk je dat het inderdaad nog niet opgelost is, dan is het best dat je gewoon een sessie met mij reserveert, dan kunnen we kijken wat er aan de hand is. Maar dus voor het stukje vergeving, ik maakte een speciale transitie waarbij we die stappen allemaal overlopen. Waarbij we de koorden doorsnijden, dat we die vergeving gaan doen. En waarbij we werken met de vlam van voltooiing en aartsengel Antiel voor healing naar harmonie. Maar we gaan ook gebruik maken van die violette vlam, de gouden vlam, de zilveren vlam en aartsengel Michael natuurlijk met zijn elektrisch blauwe vlam en zijn zwaard. Die jou komt helpen tijdens deze transitie. Zodat je cyclussen met betrekking tot problemen, situaties en personen volledig achter jou kan laten. En net nu is daar een hele mooie tijd voor, want we hebben niet alleen 12-12 portaal over enkele dagen, maar er is ook nog de nieuwe maan volgende week en dan op 21 december de wintersolstice. Dus dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat we eigenlijk echt in een periode zitten waarin vergeving en dankbaarheid heel hoog trillende energieën heel veel mooi, heelzaam werken kan gaan doen. Kijk je deze video later en hier rond de kerstperiode of niet in december 2020, dat maakt niet uit, dat kan nog altijd gebruikt worden, hè, want uiteindelijk is tijd een illusie. Maar door de verschillende planeetstanden is er eigenlijk een verhoogde potentie om gebruik te maken van die energie. Nu, mocht je interesse hebben in de transitie, dan kan je die aanschaffen via de link in de box onder deze video. En voor nu hoop ik dat het jou gewoon weer wat verder geholpen heeft op pad van bewustwording. Ik weet dat er de komende maanden nog heel wat uitdagingen op ons pad komen, maar vrees niet. Het meeste dat je moet vrezen is de angst zelf. Want dat zorgt ervoor dat jouw energiefrequentie heel sterk verlaagt, waardoor je eigenlijk vatbaar wordt voor virussen, voor andere negatieve energieën, voor negatieve gedachten en noem maar verder op.
Weet dat je altijd de keuze hebt om te beslissen welke realiteit je wenst te ervaren. En wil je al meer afstemmen op die hogere wereld van 5D of blijf je nog liever in de afbrokkelende 3D-wereld hangen? Alles kan, dat mag. Het is jouw keuze. Ik kan niet zeggen wat jij moet doen, niemand kan dat. Jij kiest waar je nu klaar voor bent. En in ieder geval, als je klaar bent voor het nodige transformatiewerk in jezelf, als je wilt leren over het eenheidsbewustzijn, over manifesteren in de nieuwe wereld, en dus vanuit die hogere energie, wel, dan heb ik al heel wat voor je klaarstaan. Afhankelijk van waar je bent in je groei, zal je merken dat je meer of minder tot iets aangetrokken voelt. Twijfel je? Neem dan contact met me op en dan kijken we samen wat jou nu het meeste vooruit helpt. Maar kortom, alles wat je eigenlijk nu moet weten, wat je verder kan gaan ondernemen om je leven weer in handen te nemen, om je weer beter te gaan voelen en niet meer overweldigd te worden door de emoties, vind je terug in de box hier onder de video of op de website natuurlijk www.schoolvoorascensie.be of tik mijn naam en Lindsay Knokkaert, daar ga je mij ook wel vinden. En zoals altijd, in oneindig liefde voor jou, namaste en tot in de volgende video.